Een heel goedenavond en welkom bij de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Onze Club. We hebben vanavond een korte uitzending, dus gaan we maar snel beginnen. We hebben beelden van ACV, HZVV en MSC. Het Asser ACV speelde gistermiddag de derde wedstrijd in het nieuwe seizoen in de derde divisie. En deed dat tegen Harkemaanse Boys. En komt na 10 minuten spelen op voorsprong. Het is Pascal Husser die hem scoort. Zijn derde van dit seizoen. En ACV begint dus uitstekend. Nadat de eerste wedstrijd van het seizoen met 3-3 gelijk werd gespeeld tegen Maghreb 90. En vorige week gewoon kansloos werd verloren bij DVS 33 in Ermelo. En ACV gaat door. Hier scoort Thomas Metsemakers. De assist is van Huzer. En Metsemakers droog langs Erik Jansema, de doelman van Harkemaanse Boys. Geen Marcel Sijp bij ACV en ook geen Hooije Veenstra. Sijp heeft een familieuitje. En Hooije Veenstra viert zijn bruiloft. Op zaterdag trouwen. Dat kan gewoon in 2017. Dan de tweede helft. En de goal van de gasten. Gemaakt door Karel IJzerman. Een vroege 2-1. En dus is de spanning terug. Foutje op het middenveld. De overname van de Vriezen. Daar gaat Bijmes. Die zegt dat hij een elleboog krijgt van Guus de Vries. Dat is natuurlijk niet waar. Er komt wel geel. En dan laat de aanvoerder van ACV zich even gaan. En dit moet je niet doen, want dat betekent twee keer geel. En dus rood voor Guus de Vries. ACV moet met 10 man verder. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Dan kraakt en piept de ploeg uit Assen. Maar gelukkig, kan je bijna zeggen, vanuit Drents perspectief, krijgt ook Karel IJzerman zijn tweede gele kaart. En dus moet ook Harkemaanse Boys met 10 man verder. Met 10 tegen 10. Blijft het natuurlijk spannend en komt er een penalty. Was dit een penalty? Ja, zes scheidsrechter Schaper. De kaart is voor Silla. Die is het er niet mee eens. En gelukkig staat daar Bart Hoering. Hoe die hem pakt, maakt niet uit. Hij keert de inzet van Bouwjes. En zo blijft het 2-1. En gaan we de laatste fase in. Nog een paar minuten moet ACV zien stand te houden. Gasten drukken. En de Assenaren counteren. En je weet dat er dan één kans komt. Wordt dit dan de kans op beslissing? Je zou toch denken van wel. Ja toch? Nee! Metsemakers verprutst die bal. En zo blijft het nog even 2-1. Had Djababu voor eigen succes moeten gaan? Misschien wel. Maar ACV krijgt een herkansing om het duel helemaal op slot te gooien. En dat gebeurt hier. Djababu doet het nu wel zelf. ACV wint met 3-1 van Harkemaanse Boys. De eerste overwinning van het seizoen is een feit voor de formatie van trainer Fred de Boer. En dan de stand in de derde divisie. Er zijn twee ploegen met 7 punten. VVOG en Jong Volendam. ACV klimt naar plek 9, heeft 4 punten. En onderaan twee clubs met 1 punt. Sneek en Scheveningen. En nadat het openingsduel van deze competitie verloor uit bij Purmerstein met 3-1, moet Meppel op jacht naar de eerste overwinning. Thuis tegen RKVV. Dat speelt in het blauw. En op 0-1 komt al na 2 minuten voetballen. Wessel van der Horst. Na een uitstekende rush van Kevin Albertus over de rechterkant van het veld. En dan lijkt het dat MSC echt even wakker moet worden. MSC is wel wakker geworden en gaat op jacht naar die gelijkmaker. Wie anders dan Justin Benjamins. Vangt hem op Huiskes. Ah, en die heeft het vizier nog niet op scherp. Maar het mag duidelijk zijn, dat zagen we eigenlijk al vrij snel in de wedstrijd, dat verdedigen niet het allersterkste was van RKHVV. Aanvallend had de thuisploegen wel moeite mee. Nu Benjamins. Ja, nu wel. 1-1, 18e minuut van de wedstrijd. Nadat RKHVV al een paar keer had lopen schutteren achterin de bal, maar niet fatsoenlijk kon uitspelen, kan Benjamins nu dan wel profiteren. Terechte gelijkmaker. Koud, 2 minuten later. Bom! Jordi Geilen schiet hem in eigen doel en Danny Belsma heeft hem nog getoucheerd en eist de bal op. Maar ook dit kan je toch niet onder de noemer goed verdedigen zetten. Ongelooflijk. Maar goed, wie maalt erom in Meppel? MSC op een 2-1 voorsprong nadat het eigenlijk eventjes van een koude kermis thuis kwam na 2 minuten spelen. De scheidsrechter beoordeelt hier als een overtreding.
Daar dacht menig een anders over. De vrije bal is een feit. Kwartiertje voor de rust ongeveer. Getoucheerd door Wessel van der Horst. Zomaar de 2-2 binnen. Eigenlijk ooit het niets. Want MSC was absoluut de bovenliggende partij aan het geraken. Tweede helft dan. MSC. 2 minuten onderweg. Een gelukje bij Justin Benjamins. Slecht verdedigd van Niek van den Berg. Geeft hem zomaar ruimte. Die moet je Benjamins niet geven. Maar zijn vizier is nog niet heel erg scherp. Had er vorig seizoen 18 in liggen. En nu heeft hij er al 2. Vorige week eentje bij de 3-1 nederlaag. En nu dan misschien Huiskes. Het is gerommel achterin bij RKVV. Ze krijgen hem maar niet weg. Niemand weet eigenlijk de goede oplossing. Wie anders dan Justin Benjamins wel. Ja. Hupsakee. 3-2. Justin Benjamins. En dat in de 49ste minuut van de wedstrijd. Het is zijn tweede van de middag. En nu moet MSC de boel op slot gooien. Huiskes. Goede aanval van MSC. Ja, bij Vlagen voelt het gewoon hartstikke netjes. Maar ze gooien hem nog niet op slot. Nog niet dan. Huiskes. Heerlijke balbeheersing. Goed op Benjamins gespeeld. En hij scoort de 4-2. Een raszuivere hattrick. Zijn vierde van het seizoen. En hij kan maar zo eens heel belangrijk geworden voor de thuisploeg. Al pakte Huiskes hem heerlijk uit de lucht en legde een pan klaar voor de topscutter van MSC. En zo gaan we richting de slotfase van de wedstrijd. Nog een minuutje of 5 te spelen. Niks aan de hand. 4-2 voor MSC. En ze blijven maar stotteren achterin bij RKVV. Maar die vijfde valt niet. Ja, en in zo'n 5 minuten kan er nog van alles gebeuren, dat weten we. Een vrije bal, uit het niets. 4 minuten voor tijd. Bam. Zo heeft de deksel op de neus. Bas Witjes scoort de aansluitingstreffer. En zo wordt het onnodig spannend nog in Meppel. Waar MSC nog wel voorstaat met 4-3. Je hoort de trainer al, hou het kopje er nou bij. Tom Boelen, als die het kopje erbij had, gaat dat niet tegelijk maken, nog binnen geprikt ook. Het gebeurt niet. MSC pakt de winst aan de hand van Justin Benjamins. Ja, vooral de eerste helft waren we denk ik niet optimaal. Maar de tweede helft, we hebben het goed opgepakt met z'n allen, na de rust dan. En we zijn er overheen geknald. Achilles 1894 speelde vanmiddag thuis tegen SDO uit Bussum. Veel wind en een hele slechte eerste helft. En dus was het de hoogste tijd om even bij te kletsen voor een geintje. Om het programmaboekje voor de derde keer te lezen. Of toch even te kijken op Tinder. Of tussenstanden in de Eredivisie bijvoorbeeld. Het voetballen viel tegen. Er gebeurde weinig. Eigenlijk maar 1 moment. En die komt hier. Hensens achter de bal. En auw, dat doet pijn. Vol en vol in het gezicht. Je voelt met hem mee. En gelukkig kan hij later gewoon verder spelen. Matthijs Hensens, de spits van Achilles 1894. Vorige week scoorde hij in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen DHC. Achilles speelde daar met 2-2 gelijk. Tweede helft komt wat los. Wat heet. Er komt zelfs een goal. En die wordt gemaakt door David Modderman. De man die overkwam van LTC. De zaterdagclub uit Assen. De actie was goed natuurlijk van JP, zoals hij wordt genoemd. Jean-Pierre Nguyen. 1-0 Achilles 1894. Doelman Otto richting Hensens. Dit is fraai. Ook goed gespeeld van Modderman opnieuw Hensens. Prima hakje. Komt hier de tweede. Zou een mooie bekroning zijn van een fraaie aanval. Oh, de bal gaat naast. Remy Klaasens had hem moeten maken. De captain van Achilles 1894. Ja, en als je zelf de trekker niet overhaalt, dan houdt natuurlijk de tegenstander hoop. SDO zoekt de aanval. Bal ingebracht. Richting Groenewegen. Groenewegen nog altijd terugleggen. En dan is daar Mottenotto. Voordat Visser kan uithalen. Goed gekiept van de doelman van Achilles 1894. Vorig jaar dus kampioen werd in de eerste klasse. En dit jaar zou je zeggen, gewoon moet hopen op handhaving. Maar goed, je weet het nooit hè. Hier gaat de invaller. En dat is Stan Haanstra. Hij liet net al een kans liggen, maar doet het nu wel goed. En beslist het duel. Stan Haanstra maakt de tweede. Hij die werd gepasseerd door Paul Weerman. Viert het feestje wel met de nieuwe coach. Achilles 1894 wint met 2-0. Klimt naar plek 3.
Maar dat zegt allemaal nog niets. Het is voor mij nog heel lastig inschatten van wat het niveau van de andere clubs is. Dus ja, daar zullen we de loop van het seizoen maar moeten kijken. Van na 10, 15 wedstrijden. We hebben ook expres geen doelstelling neergelegd van handhaven of eerst zoveel. We zien het wel. En na 10, 15 wedstrijden moeten we maar eens een keer de balans opmaken. Dit is de stand in de hoofdklasse A. Twee ploegen met de volle winst. Alphense Boys en Silvolde. Achilles knap op plek 3. MSC, de eerste 3 punten dus ook binnen, staat op plek 8. En 2 ploegen nog op 0. RKHVV en SDO. En tot zover de eerste uitzending van onze club in dit nieuwe seizoen. Volgende week zondag zijn we er weer. En dan onder meer aandacht voor de Noordelijke Districtsbeker. Heel graag, tot dan!